paal zitten. 2 dagen lang onder het toeziend oog van heel Bresand. Vrijdag klommen 10 deelnemers de paal in. Inmiddels zijn er al bijna 46 uur verstreken. Het is heel erg zwaar geweest, vooral de laatste nacht. Maar met z'n allen hebben we het goed weten krijgen en hebben we het met z'n allen gehaald. Het is de derde keer dat het paalzitten hier wordt georganiseerd. Maar de eerste keer dat er ook vrouwelijke deelnemers op de paal zitten. Er is zo vaak tegen mij gezegd dat het niet zo was en dat ik het niet kon. En nou ja, we zullen het zien en dat is nu gedaan. De verwachtingen van tevoren waren van een hoop mensen wat oneerbiedig. Dames, allemaal erg jong, 16 jaar, 17 jaar. Maar je ziet het, alle 16 nog. We hebben echt wel dieptepunten gehad. We hebben ze er echt vanmorgen doorheen moeten slepen. Diep respect, allemaal nog. En dan, na veel vermoeidheid, pijn en verveling, worden de deelnemers eindelijk van hun lijden verlost. Het voelt goed. Eindelijk weer gewoon normaal plassen. Gewoon weer normaal naar bed. Ja, het is superleuk. Ja, het was wel een ervaring, zeg maar. Vergeet je nooit meer of zoiets. Volgend jaar weer? Ja, dat weet ik niet. Ik denk het niet.